Koken. Wacht, dan moet ik ook even voor YouTube zeggen. Voor senpai. Hé, wel voor gezondheid. Waarom is mijn Skype zo zachtjes? Of ben jij gewoon nog steeds zachtjes? Nee, Skype. Erik, wat vind jij? Ik hoor Erik toch niet meer. Oh, sorry. Hoor je me nu wel? Hi YouTube! Ja, we horen je weer. Ja, Oké, nou, in ieder geval, misschien dat ik de eerste giveaway dan via Twitter ga doen of zo, wie weet, ik weet niet, hashtag Twitter of zoiets. Mr. 3U, Sun and Moon gaat hij de eerste jaar niet spelen, als hij uit is. Nee, sowieso vanwege mijn spoiler-free channel. Dus, we hadden een Mudkip en die hadden we Frank genoemd. Oh ja, Frank. Franku! Oh, even 1 seconde, ik ben zo terug. 1. Duurt lang. Ik ben terug. Duurt het te lang, het was 5 seconden. Oh. En trouwens, ik vraag me eigenlijk 1 ding af. Kon je nou Ice Beam in Golden Rod City eigenlijk halen? Normaal gesproken wel, geloof ik. Ik weet niet of dat dan steeds bij je pet geeft. Nou, als ik me niet vergis... Ja, de items die je koopt, die blijven gewoon hetzelfde. Oh. Hey, het is een zondag. Je kan nou HM Return of TM Return kopen. Oh, echt waar? Ja. Oeh, nice. Dat is namelijk een hele goede aanval voor Flareon en voor Leafeon. Ja, want dat had Erwin vorige stream gezegd. Het was een zaterdag. Ik heb er even van tegenzicht! Oh, dankjewel. En dan kijk, het is een Lady Bah. In ieder geval, welkom Fairy Tail. Hartstikke gezellig dat je erbij bent. Ik weet nog steeds niet, hoe gaan we de eerste code weggeven? Want, weet je wat, Fairy Tail, jij bent al met de 3DS Capture Card bezig. Fairy Tail, ik ga jou gewoon de eerste code gewoon geven omdat je er bent. Gewoon, random. Dus even kijken, ik heb hier de eerste code. Ik heb geen flauw idee welke Pokémon dat is, hè. Het kan 1 van die 3 zijn. Moltres, Zapdos of Articuno. Even kijken, Slash W was dat toch, hè? Ik geloof het wel. En jij krijgt die code. Zo is het ondertussen wel. Wel moet ik er even bij zeggen, codes worden mede mogelijk gemaakt door Gamepit. Dit is Gamepit. Kijk de vlog. Gamepit is awesome. Stichting Gamepit. Oh, je hoort een echo. Tuurlijk. Volgens mij staat Robin's geluid iets te hard. Nee, ja, ik denk dat het te maken heeft met dat mijn geluid... Of staat mijn ding open? Nee, mijn geluid staat hard, sorry. Oh, nu niet meer. Oké, nevermind. Was ik het niet? Ik wil eventjes verder vertellen, even die code geven. Dus geef een seconde. Of 10, of 20, of 5. Ik pak er ook gelijk bij. Wie? Want ik die code zo kon winnen. Lol, dat gaf je. Je had ze toch allemaal al? Nee, alleen nog Articuno. Het nadeel is, ik weet niet wat is. Want Zapdos die had ik gewonnen via de giveaway. En dan in een andere code, dat was Moltres. En nou moet ik nog Articuno. Mijn minst favoriet. Ja, Legendary Birds en de eerste code die gaat gewoon naar Fairy Tail. Gewoon omdat ik zin heb op Fairy Tail even een code te geven. Geloof me, er komen nog veel meer codes hoor. Er komen nog veel meer codes. We gaan dadelijk nicknames weer geven en alles. Dus volgens mij heb ik hem helemaal goed geschreven. Kijk eens aan, ik heb eventjes iets gewisperd. Hoi Snoopy. Dus deze die geef ik eventjes alvast een klein scheurtje, die is al gedaan. Oh ja, en we hebben een Ladybug voor onze neus. We zijn in een giveaway bij vandaag. Nou jongens, ik wil niet heel erg vervelend doen, maar ik heb dit stapeltje eventjes van codes. Ja, jullie zien de witte achterkant, want anders zien jullie de codes. Maar dit is het stapeltje, de dikte van de stapel die ik vandaag eigenlijk weg wil geven. En dat zijn er een hoop! Stuk of 40 of zo? Nee, een stuk of 20, denk ik. Oh, dat is alsof veel. En dit is één... Chansey? Chansey? Ja. Wel eigenlijk grappig dat Chansey de meest bulky Pokémon ooit is. Sinds generatie 6 moet ik erbij zeggen. Met de Mega Evoluties. Ja. Er is namelijk iets bijgekomen, dat is namelijk de Eviolite. En het grappige is... als je die dan aan een Pokémon geeft...
Een Pokémon zou dan automatisch volgens mij dubbele special defense krijgen of zoiets. Iets in die trend. Dat zou ook iets kunnen, ja. Dus als je dat dan een Chansey geeft. ja, het is voor Omega Ruby, Alpha Sapphire of X en Y. Ja. Ja, je kan een code krijgen, Triangle Man. Ja, of je krijgt een Aggron. Zeker dat ik dat Gamepit doe. Want denk wel, als Gamepit er niet was, hadden wij zo die codes niet. Klopt, en we hadden echt extreem veel codes over tijdens AnimeCon. Dus hebben eigenlijk het meest aan mij gegeven. Dus daarvoor heb ik daar ook een giveaway gegeven. En ja, vooral tijdens de livestream vroegen ze van... Of ik tijdens de livestream ook veel Pokémon codes misschien kon geven. Dus zo is het idee een beetje gekomen. Oké, nou moet ik heel voorzichtig zijn. Want we moeten die stenen moeten we in de gaten... Ik haat deze puzzel, by the way, jongens. Deze stenen moeten we allemaal in de gaten gaan gooien. En als we dat goed doen... Dan krijgen we een item die gerandomized zou worden. Wil je een leuke mop? Nee, dankje. Ik ben zagrijnig. Dus dat zou ik waarschijnlijk automatisch al niet leuk vinden. Stel dat play. Wees niet zo gemeen. Ik vertel me de waarheid. Jongens, jullie willen het niet weten. Nou, privé shizzle, die hou ik sowieso privé. Daarom. So don't ask. Because I'm Batman. Dus ga er alsjeblieft niet naar vragen, jongens. Ja, en ik ben klaar met eten. Oh, mooi. Ik heb onderlangs. Ik heb net gegeten. Lekker frietje. Voorzichtig. Oké, de eerste zin hebben we, jongens. De eerste zin hebben we. Mooi. Zeker. Oké, nou. Misschien komen we nog wel een evolutie tegen. Ik vind het wel grappig hoe dat we eigenlijk Glaceon achter ons aan hebben lopen op het moment dat we in de ijskever rondlopen. Ja. Trouwens, Fairy Tail. Je hebt nou wel inderdaad een leuke code gekregen, maar kon je nou Ice Beam kopen? Dan zou je kijken. Daarvoor heb ik je een code gegeven. En je hebt me geen antwoord gegeven. Schaf uit! Hoe durf je mij zo te bedriegen? Antwoord! Ik weet wel zeker dat je nou TM Return kan kopen. Ja, nee, het ging over Ice Beam. Ja, dat weet ik ook wel, ja. How many Mexicans to change a light bulb? Nou, ik weet wel hoeveel Saiyans dat je daarvoor nodig hebt. En Krillin die gaat dan dood in de process. Ja. In ieder geval, Houndoom is een van de Pokémon die ik ga vangen. Waarom ga ik hem vangen? Omdat het een Pokémon is die in Leroy's team zit. Dat is waar. Dat is waar, ja. Juist, Triangle Man. Oh. In de Golden Run. Oh nee. Oh. Dus dat Ice Beam krijg je door Golden Run Game Corner. Het zijn ook best veel coins. Maar wacht even, jij zegt Seafoam Islands. Hoezo Seafoam Islands? Vergeet niet, dit is Omega Ruby of Seth. Of dit is niet Omega Ruby. Dit is Pokémon Heart Gold Soul Silver. I don't get it. Oh, of hij ligt in Seafoam... En er ligt er eentje in Seafoam Islands, denk ik dan. Maar is dat niet de Whirlpool Islands? Ja. Maar ik denk dat die dan gerandomized zou worden. Die wordt gerandomized. Dus dat is niet zo fijn. Dat is gewoon vervelend. Ja, ik kon net zeggen, taalgebruik. Oh, nou komen Oh, je hebt Articuno! Nice! Oh, net. Die moet ik nog. Wacht eventjes, dan ga ik heel eventjes een aantekening maken. Want Brian die vertelde mij een trucje. Nou, en dat trucje is? Ja, dat ga ik natuurlijk nou niet zeggen! Oh. Ik bedoel, jij bent een moderator. Jij mag wel een beetje gematst worden. Yay! Als ik nou hem één duwtje zijwaarts geef, en dan naar beneden, dan hebben we twee. Oh. Oké, die boulder is ook naar beneden toe. Maar nou moeten we hem dus... ik denk dat het makkelijkste is als ik hem zo duw.
Kunnen we dan trouwens nog bij die ladder komen? Kunnen we dan... Even, ik ben aan het concentreren. Ja, dus... Sorry, bij me. Hij moet die kant op geduwd worden, dus... Is niet nodig. Wat is niet nodig? Kijk, chat. Ik ga mijn best doen om je niet meer chagrijnig te laten voelen. Nou, dat is fijn. Ik ben nog steeds. En ik maak weer een fout. Ik maak weer een fout. Ik neem Robin. Hij leidt me af. Oh. Robin maakt me chagrijnig. ja, je had hem inderdaad via de rechterkant moeten doen. Ja, inderdaad. Dat zie ik nou ook pas. Sorry. Hoezo can't escape? Het is een dark steel... Nee, dark... Wat voor type ben jij ook alweer? Weet ik niet meer. Ren. Volgens mij was het ijs en dark. Ik ga gewoon een repel gebruiken. Still have the key that's defending me. It's a bottle of repel. La la la. Een vrolijke zee. Nou, daar is het op het moment niet. Ik ben hartstikke vrolijk, joh. Dat zeur niet. Dit wordt moeilijk, daar is het al. Dat wordt moeilijk. Hartstikke maar, hartstikke helemaal. Do I even Nederlands? Zo. Ja, Nederlands was mijn goedste vak. Even kijken, wie durft er mij nou nog... Oh. Ik wil zeggen. Kijk, als het nou Jason is... Jason! Misschien wil hij ook wel in de Skype call. Kan, gezellig. Oh ja. Jason? Oh ja. Ik weet niet of ik de link van de site mag geven, zodat je zelf ook kan kunnen kijken. Nou, nee, ik kan nou niet echt naar een website kijken, daarom vroeg ik het jullie. Dus, maar Boelbapedia is eigenlijk altijd wel heel erg accurate erin. Oh, ik moet hem toevoegen, oké. Nee, ik wil geen foto maken. Oh ja, en Fairytale, je kan überhaupt geen links doorsturen zonder moderatorship. Dat ook nog eens een keertje. Nou, we hebben een blije stokstaartje hebben we erbij. Denk ik. Oh nee, hij moet nog opnemen. Hallo. Kijk, daar hebben we hem. Oh. Heel blij stokstaartje. Hallo. Niet te verwarren met Timon. Wat, wie, hoe, wat? Jou. Wat, jij. Ik Timon? Wat, ik niks Timon? Jij geen Timon? Hé. Hey. Nee. Denk altijd aan deze twee woorden. Hakuna Matata. Ja, natuurlijk. Dat wel. Wat betekent dat dan? Het betekent geen zorgen. Zorg maar dat je geniet. Hakuna Matata. Alleen het of niet? Een dus, koe met een tata. Daar zit ik hier ook in en gezellig. Hallo iedereen, bedankt voor het kijken, doei! Nou, dat was Jason en... hij is ook altijd zo verlegen, op het moment als we onweer aan het filmen zijn, is hij ook zo verlegen. Is dat het van, richt die camera nou eens niet op mij, probeer nou eens een flitser te vangen. Of hij is degene die de camera vasthoudt en dan richt hij expres juist daarop van, nee, de camera die wordt niet weer op mij gericht. Mr. 3U, de evolutie die waar we gaan is gewoon wel die we vinden. Umbreon! Welke er ook nog verschijnt, precies Fairytale. Nee, Umbreon! Oh, ik word toegefluisterd dat het Umbreon gaat worden. Ja, hij wordt inderdaad toegefluisterd. Umbreon! Oh. Verder gaat alles goed. RIP headphone users. Is dat geen headphone op hem? Jee, ik heb een mindplate gevonden. Waarom vind ik al die plates? Het is niet dat Arceus... Die hebben trouwens al gevangen volgens mij, Arceus. Ja. En de toxic plate! Net nadat ik heb lopen te klagen over de plate, komen we weer een plate tegen. Wat? Een plate? Hier! Yay! En weet je wat ik denk? Nee, dat weten we niet. Daarom ga je het vertellen. Ik denk dat ik jou een enorme plate ga geven! Plate. Ik had toch wel mijn nee, ik heb geen HM-slave nog bij me. Oh ja, die hadden we nog niet gevonden. Kan met Kip Rocksmash leren? Ik denk het wel. Was Rocksmash hier nou een TM of HM?
Dat is hier een TM. HM, sorry. Ja, wees nou. Een HM. Oh, trouwens, hoi Fireballs. Hoi Fireballs, hoe gaat het ermee? Volgens mij is het een TM hoor, want ik zie hem niet tussen mijn HM staan. Ik zou het niet weten. Nou, ik heb hem in ieder geval niet, dus helaas geen Rock Smash. Moet ik hem op de andere manier pakken, moet ik helemaal omlopen. Wat een ramp. Volgens mij is het normaal gesproken AM. Ja, in deze game dan. Darkplayer? Oh, Frank kan inderdaad Rock Smash leren. Zullen we Frank dan een HM slave maken? Want volgens mij kon hij ook cut. Denk het. En trouwens, je wilt Darkplayer nu niet hebben. Darkplayer? Wat is een Darkplayer? Ja, daarom. Ja, hier. Fairytale zegt het al. Rock Smash is HM06 in Heartgold en Soul Silver. Is er een code? Er zijn er nog genoeg! Een stuk of 20 ongeveer. Wil je er één? Moet je wachten. En ik ben zagrijnig, jongens, nogmaals waarschuwing, help. Warning! Zelda player is zagrijnig. Groftaalgebruik is nog steeds niet getolereerd, maar dat maakt niet uit. Nee, zelfs niet door ikzelf. Nee, Frank is daar te goed voor. Ja, dan had hij maar geen Frank moeten worden. Ik bedoel, Frank is een hele goede gast die ik ken van Gamepit, maar Frank de waterkip, die we toortje hebben gegeven. Sense, none was made, none was found, none was naf. Maar oh ja, en hier heb je nog niet die automatische ability daarvoor. Oh, dat is ook zo irritant. YOLO boy, dat is al gezegd. Nee, er zijn nog zat codes. Nee hoor, ontken alles. Frank kan geen c*** leren, je kan beter een Togepi vangen. Maar is Togepi net zoals Edgecard die geen HM's kan leren? Heel even een tip. In het Engels is het niet maar het is koud. Ja, dat weet ik. Nou moet ik 3 rassen censureren, dank jullie wel jongens. Ik bedoel 2 keer. Het heet voor Snijder hoor. Ja, maar dat heet kat. Ja. Als je Mega Man speelt, is het ook Catman. Niet, je weet wel, man. Shame on you. I'm so sorry. Jason, zeg er iets van. Doe iets gewelddadigs. Stoutland. Stoutland! Maar, wat heeft Stoutland hiermee te maken? Hij is heel erg stout. Oké, ik ben het zat. Op Jaxel. Hij is heel erg stout. Nee, die is oud. Tegenwoordig is het gewoon Stoutland. Oh. Maar, maar die zit nog niet in dit spel volgens mij. Volgens mij was dat generatie 6. Ja, geen idee. Maakt niet uit, het is wel grappig. Stoutland is generatie 5. If you wanted to know. Je flipflops die zijn bevroren. En dat is mijn probleem om dat. Frank kan de volgende HM's leren. HM3, HM5, HM6 en HM7. Volgens mij allemaal water gerelateerd. Ja, en Rock Smash. Ja. Ja, Triangle Man zegt wel. Stoutland is geen 5. Ja, die zit dan nog hier niet in. Nee. Dit is alleen maar gen... tot en met gen 4. Dat is die dikke hond. Nee. Hij is niet dik. Wie heeft het lef om Stoutland dik te noemen? Leroy. Leroy? Kom eens kijken wat iemand heeft gezegd. Waar is Leroy? Waar is hij als je hem nodig hebt? Objection. Nou, in ieder geval, we zijn uit die ice cave. Yay, we zijn in Blackthorn City. Yay. Ja, ik ben een echte hotshot trainer. Oh, en dan krijgen we dadelijk dat hele gezever in die Dragon Den en alles. Oh. Hey. Japanse vrouw gaat lekker rijst eten. Ja, inderdaad. En neem er dan nog een sake bovenop. Sake. Wat wil je voor je Dodrio hebben? Heb ik een Dragonair en wil ik die ruilen voor een Dodrio? Ben je helemaal gek? Maar het is hetzelfde als een Arceus ruilen voor een Magikarp. Magikarp is zoveel meer waard. Inderdaad. Ja.
Oh, wacht. Jij zoekt een Pokémon die heel erg nice is. Wat was de eerste evolutie die we hadden? Leafeon, toch? Ja. En als het eerst goed is, houdt hij een Soothbell vast. Ook al niet! Dat weet ik niet. Ik weet wel dat Leafeon de eerste was. Nou, ze zijn nog niet happy genoeg. En daarna kwam Vaporeon en daarna Flareon. Ja, kom, we gaan nog een foto maken, hartstikke leuk. En Frank mag erbij, vooruit dan. Ah, Frank staat er nog niet op! Ik sta er met mijn dikke hoofd voor. Oh, time-out jongens? Oké. Ik weet niet wat gebeurde. Iemand heeft iets te veel gevraagd en ik denk van, nou, laat maar zitten. Oh, oké. Nee, goed bezig. Oké. Nee, je hebt al een foto gemaakt. Je hebt een foto gemaakt en Frank staat er achter Jeremy. Ik vind dat zielig voor Frank. Oh, kan je dat zien? Ja, tuurlijk. Ik ben de operator. Ja, maar ik bedoel in de chat. Nee, ja, ik zie dat in de chat, maar anderen niet. Of gelukkig. Want ik denk, als iemand het kan zien, dan behalve jij dan, want jij snap ik al. En andere moderators kunnen het ook zien. Oh, dan is het goed. Ja, maar technisch gezien mogen we Frank ook niet bij ons hebben. En oké, Frank wordt dan ook geen HM sleeve. We zijn er al achter, ik ken vandaag geen Nederland. Frank gaat gewoon stofpap in de PC. Ja, maar dan zit ik eventjes te denken, want Stoutland, die, of Absol, onze Objectsol, Stoutland die zit er niet in. Nope. Helaas. Dan zit ik te denken, kon Objectsol niet heel veel HM's leren? Zoals Strength. Ik dacht dat. Ja. Strength, Cut, Rock Smash. Ik bedoel, Surf daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Surf hoeven we ons geen zorgen over te maken, man. Gezondheid. Dank je. Surf, ik ken onze. Ik wou zeggen Aquamantum, maar zo heet hij hier niet. Hoe heet hij hier nou ook weer? Aquarion. Dank je voor het spoilen. Dag, Ken Shiku. Hi. Als je een gymleader zou zijn worden in een Pokémon, wat voor soort zou jij dan zijn? Of wat voor één? Ik claim Eevee. Nou, multiple team. Multiple types. Ik zou de eerste zijn met meerdere typing. Ik claim Fire type. Ik claim de Magikarp type. Bakvis. En Oh, die Ken Shiku was die Ike op de AnimeCon. Oh, gezellig. Leuk om je te zien, joh. Die hebben wij... wacht even, Ike, ja, dit... Ja. Ik claim Feebas. Nee, die heeft Leroy al geclaimd. Maar even terug op topic, jongens. Was het niet dat Jackson, ik weet niet hoeveel HM's kon leren? Dan wordt dat onze HM-slave. Ik heb geen idee. Ik weet dat die Strength, Cut en Headbutt... Die had hij volgens mij al... Ja, maar Headbutt is geen HM. Nee, dat weet ik. No. No! Ik zie een... Waarom no? Waarschijnlijk omdat hij al Feebas heeft gekregen en niet Leroy. Nou, sorry hoor, maar ik heb maar één Feebas trainer gezien op AnimeCon. Oh, wacht, hij is Feebas. Oh! Ja, ja! Mr. Trio, ik geloof dat Togepi, net zoals Magikarp, geen TM's en HM's kan leren. Ja, zie je een Togepi al met Strength. Waarschijnlijk als hij geëvalueerd is, maar ik heb geen zin om zo'n ei te gaan lopen trainen. Ja. Dus om het gewoon een stuk simpeler te maken, wij maken gewoon van onze... Op Jaxel maken wij gewoon onze HM's leef. Dat kan ook, natuurlijk. Tja, waarom ook niet? Toevallig enig idee of dat Aftermovie ding al ergens gepost is. Aftermovie? Ook nog de groeten van de banaan die bij me liep. Oh, de Aftermovie, oftewel de vlog die ik heb gefilmd, die is al live. Die staat al op mijn YouTube kanaal. Maar ik weet niet of je die bedoelt.
Sporty Voyager een kanaal niet kent, kijk onder in de beschrijving. Er staat een logootje met Zelda Player 20. Klik erop en je komt op zijn kanaal. Verrip, je meent het! Volgens mij meent hij het, ja. Nee, maar dat komt eigenlijk wel goed uit, want dan ken ik namelijk... Wie? Even kijken, wie had ik... Livion die kent volgens mij Strength namelijk. En dan kan Strength veranderd worden in Return, wat beter is. Ja, maar Strength is een HM, hè? Ja, maar Return is nog sterker. Ja, maar een HM kan je niet zomaar veranderen. Ja, maar waar zitten we nou? Oh ja, trouwens, dat is waar ook, ja. Gunsen! Ja, die heb ik gezien, zo kom ik hier. En ik bedoel de aftermovie waar ik en Mart voor gefilmd waren. Mark, dat is toch Leroy? Ja. Maar ben je dan door mij gefilmd of ben jij door Geektime gefilmd? Want ik heb al mijn beeldmateriaal gebruikt. Je hebt heel weinig geknipt inderdaad. Hm. Want er waren gewoon te veel geniale momenten om te veel te gaan knippen. Ja, er was veel te veel leuk. Oké, Fairy Tail. Kan Tokopi echt wel een HM leren? Want dat wist ik helemaal niet. Ik dacht mij helemaal schub. Tokopi, gebruik strength, zo'n klein eitje. Nou, hij zegt dat hij alleen maar Rock Smash kan leren. Ik weet zeker als Leroy hier nou bij zou zitten, die zou echt zo cringen van... Nee, wat doe je dan op Jaxel aan? Nogal. Houdt Wilco nog steeds van Snorlax? Zover ik weet wel. Door een of andere dude, ik heb geen idee, niet door jullie. Ja, daar kan ik er ook geen antwoord op geven, sorry. Oh, hij is trouwens gesubbed. Ah, nou, dankjewel voor de support. Ik vind het vervelend dat ik geen informatie kan geven over waar dat hij dan voor gefilmd was. MR3, ik wil zo graag code. Oh, dat kan. Ik geef hem wel even een code. 2 up, 2 down, level left, right, BA, start. Dat is de Konami code. Oh, wauw. Double up, double down, left, right, BA, start. Moet je maar bij Contra proberen, dan krijg je heel veel levens. Wees er blij mee. Dus, ik ben zo gemeen vandaag. Ja, nogal. Ach, je hebt ze al gewaarschuwd. Ja, kindjes die vragen worden overgeslagen. Dat is ineens. Dankjewel. Dishonor on you, dishonor on your cow. Wow, dat was een random dat was een random Mulan reference. Serieus? Waarom? I don't know. You want to have it? It's yours, my friend. Ah, je bent de move deleter. Mooi. Wij gaan dadelijk gewoon terug naar Goldenrod City. Dat gaan we zeker doen. Livion, jij hebt nog sowieso mesblad aanval. Mesblad? Jij hebt helemaal geen strength. Dat een top Flareon die strength had. Oepsie. Maar dat is toch ook goed voor Flareon, Return? Ja. Nice. Ah ja, die had inderdaad strength. Maar ik denk dat ik Strength nog heel eventjes laat. Dat ja, weet ik, Mr. For You. Mr. For You, dat wisten we wel. Ja, inderdaad, als HM. Zou ik veranderen of niet? YouTubers die denken daarbij zijn eigen van, komt er ooit nog progress of ga je alleen maar lopen te zeuren over je HM's? Ik ga alleen maar lopen te zeuren over mijn HM's, dat snappen jullie wel. Nee, bladmes dat is Grassblade. En Ash zegt duidelijk mesblad, dat heb ik ook in de video geëdit. Mesblad aanval! Yep. Bobbelzaar, mesblad! Oh ja, en ik moet ook nog een vogel hebben in verband met dat we dan Fly kunnen gebruiken. Ik weet niet of Blast Burn in deze game al zit. Blast Burn? Ja. I don't know. Ik denk het wel. You sure? Want als dat zo is, dan ja, die kan Flareon wel leren. Nou, het probleem is, ik wil eigenlijk Ice Beam, maar ik heb geen zin om, ik weet niet hoe lang die game te gaan spelen. Yeah. Maar ja, we moeten sowieso Golden... Hallo, random plukje haar.
Volgens mij komt deze bij jullie. Jullie hebben jullie nog niet gezien. Ik ga even jullie er eens even bij pakken. Ja, ik moet jullie wel vertellen, jongens. Jullie is dus het tegenovergestelde van Melon. Jullie houdt nogal van de camera. Don't ask me why. Ik heb geen flauw idee. Dus... Here we go. Kom maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Zo. Nou. YouTube en Twitch. Jullie. MR3U en Twitter is gehackt. Dat is vervelend voor je. Ja. Dit is jullie. Oh, ik snap. Ik haal niet dat pootje zo over jou heen. Zo van. No. Waarschijnlijk wou je dus schelden, Fireboss. Dat mag dus niet. Nou, zal ik het terugzetten dan? Oh, hij wou gewoon Shellder. Shellder, welke Pokémon is dat? Dat is van generatie 1. Shellder! Ja. Oké. Okay. Shellder evolueert zelfs in Cloyster. Waarom ik deze informatie weet, dat weet ik niet. Ik bedoel, ik ben Eevee trainer. Wat is een Shellder? Inderdaad, ik vraag mij af, ik weet niet. Oh. Flareon kan geen Blast Burn leren. Ik kan alleen een Fire-type starters. Ja! Waar ging het over dan? Heb ik misschien dan een Legendary Bird Pokémon die Fly... Volgens mij heb ik een vogel Pokémon Fly te leren. Op het moment nog... Ik denk het niet, nee. Oké, dus we moeten een Bird Pokémon gaan vangen, want anders hebben we dus een hele groot probleem. Kunnen we niet vliegen? Nee. Nee. Nou ja, weet je wat, we hebben in ieder geval wel een ijsaanval, dus ik denk dat we wel safe kunnen zitten. Plus, we hebben Leafeon bij ons. Dat is ook wel decent. Driftbloom die je hebt, kan wel Fly leren. Ja, maar dat is niet leuk. Een beetje... Willen jullie nou nog codes of niet? Ja. Ik bedoel, serieus, als we een Bird Pokémon dan tegenkomen, dan kunnen we weer een nickname geven. En als we weer een nickname kunnen geven, kunnen we weer een code weggeven. Ja. En het is een beetje creepy om daarmee te vliegen. Want die kidnapt ook kinderen. Ja, inderdaad. Dit doet me een beetje denken van... op Jaxel, kan jij ook Flash leren? Flash. Triangle, man. Oeh, vang Sterly als je die ziet. Oh, wacht eventjes. Flash was geen HM meer, dat was een TM hier. Ja, in deze game was het een TM. Maakt niet uit. Op Jaxel gaat het leren. Op Jaxel. Oh, Leroy, die moet het zo niet gaan kijken. Leroy. Die heeft echt zoiets van, wat heb jij met jou met Jackson gedaan? Op Jackson! Nee. En dan zeg ik gewoon tegen hem van, en dan zeg ik gewoon, hè? Ja. We've ruined it a little. Nee hoor. We hebben onze slaaf van gemaakt. Het voordeel is al, die heeft weer Showtime. Nou, er is nog niks bekend over of er in Gen 7 een Dark-type gym is. Ik weet niet. Hebben jullie trouwens de E3 gezien? En dan vraag ik het aan de Twitch-kijkers. De Dark-type die de duisternis moet weghalen. Dat is diep. Ik zal even kijken. Kunnen we dat herhalen? Nee! Ik ben een Tom! Ik ben echt Tom! Hi. Dat is hetzelfde als de reden waarom dat ik daar heb voor gekozen om ook niet Terraria te doen op het moment. Ik ben niet echt in de mood. Dus. Dat is ook een van de redenen. Op Psyduck is een eend, die kunnen toch ook vliegen? Nee. Kom hier daar in één keer Umbreon tegen. Jee, hype! Nou, dat zou best wel toepasselijk zijn. Ja, in Dark Cave.
Ach, er zijn genoeg vogelvliegtypes die we tegen zouden kunnen komen, dus... Hey, kijk, we hadden het net over een Shelder. En nu komen we de Shelder-kloon tegen. Wat leuk. Ik weet ook niet meer, volgens mij kun je... Smurgle. Vergeet niet, Pidgey kan ook fly leren. Dat is waar. Hashtag weird. Oké, okay, kijk, een wannabe Eevee. Lumineon. Ik snap nog steeds niet hoe je die uit moet spreken, maar goed. Weet je wel, we gaan heel eventjes surfen gaan kijken waar we dan in het water tegen kunnen komen. Dan doe je dat. Kangaskhan kan ook wel vliegen, joh. Nou, Kangaskhan niet, maar misschien het zoontje wel als hij hard genoeg gooit. Hallo, Kefark van Manon, of zoiets. Of zoiets, dat is niet echt vriendelijk. Ja, ik ben heel slecht met namen. Ik zie die naam nog niet. Ik ben er net, wat heb ik gemist? Ik zie die naam nog niet, ik zie alleen maar Fireballs en Nan, die zegt XD. Mijn chat is frozen! Nee! Jason, do something! Snorlax kan ook vliegen. Wat? Waarom is mijn chat bevroren? Oh, hè? Gelukkig. Oké, hij doet weer. Tot hoe laat ga ik door? Maar je moet leren tot examens. Ik ga door totdat ik geen zin meer heb. Ik zou zeggen, Snoopy, ga gewoon lekker leren voor je examens. Dat is belangrijker. En mijn gebouw al op de achtergrond. Je hoeft niet in de chat aanwezig te zijn. Ik heb mij op de achtergrond altijd neerzetten. Werkt heel erg concentrerend, hoor ik van veel mensen. Ik weet ook niet waarom. En toen, tijdens wiskunde, was ik aan het schrijven over... Oh mijn god, Eevee! Weet ik veel. En tijdens het surfen kom ik alleen maar B-barrels tegen, hoor. Hi. Volgens mij gaat dit niet werken. Dat is ook een goede HM sleep, die barrel. Ja, maar we hebben nou op Jaxel al een misschien een water, ja. Voor het water later. Die kan toch ook surfen en waterfall en whirlpool leren? Fudge wiskunde. Is dat een nieuwe fudge aanval? Nou, weet je wat, we doen wel een bit barrel eventjes vangen dan. Dan hebben we sowieso een waterslaaf. Oh nee, het gaat roll-out doen. Uh-oh. Echt een cutfuck. De barrel geeft me nachtmerries, mij ook. Die barrel kan wel surfen bij een normaal watertype, ja dat weten. Hij kan ook iets van strength en rock smash, geloof ik. Ja, maar het gaat erover tot hij dus de drie water HM's. Omdat een of andere reden vond... Game Freak, zeg het wel goed. Game Freak vond het in één keer heel erg belangrijk dat er dus drie water HM's waren. Waterfall, Whirlpool, Surf. Ga klagen. Oh ja, en dan was er in... dan was er ook nog eens Dive. Nee, Dive is er ook nog inderdaad. Maar dat is generatie... 3. Ja, maar dat is geen HM in Heart Gold Soul Silver in verband met... Ja, de move is er wel, maar je hoeft het niet te gebruiken aangezien dat het nog niet in het landje was. Maar goed, we hebben weer een code weg te geven. Nickname voor B-Barrel, hashtag name, spatie, de naam die je voor B-Barrel wil geven. Let op, het is een waterslaaf. Dus probeer het een beetje een leuke topic te maken. YouTube, we knippen heel even naar voren. Hebben we nog in één keer geknipt? Nee, we hebben nog niet één keer geknipt, maar goed, doe iets leuks. Van een tromgeroffel muziekje. Ja, dat is de victory muziek. Ik denk Robin, denk dat jij toch wel de leukste dan hebt. Welke? Want ik heb er eigenlijk twee, dus eigenlijk mag ik hem niet. Oh, je had inderdaad rollbarrel erachteraan. Ja, die was eigenlijk gewoon voor de lol, omdat Stefan zei van ja, die... Het is hashtag NEEN, dus hij telt niet.
Nee, hij telt niet inderdaad. Je hebt niet vals gespeeld. Doe je dit vaker? Doe ik wat vaker? Hij bedoelt waarschijnlijk die gifts weggeven. Ja. Ja, maar ik heb het veel! Maar Erik, zeg nou maar, welke wordt het? Nou, die van jou, want heel veel namen zijn er niet gegeven. Snoopy Timmermans valt al af omdat hij een te lange naam... Plus hij had eigenlijk al jouw naam, alleen iets langer. Plus hij heeft de game niet. Ja, Waterbever, die vind ik niet interessant genoeg. Oh. En Triangleman, sorry, maar hij is altijd Vibes aan het promoten. Die krijgt hem sowieso niet. Oh. Sorry! Dat krijg je als de Magikarp Fisherman een keuze mag maken. Sst, stel nou, ik ben aan het vissen. Ik win weer. Wauw. Nou, ik ga kijken of ik voor jou dan zo'n code kan vinden met Articuno. Volgens mij weet ik welke een Articuno zou zijn. Oké, okay, dan ga ik gelijk even Mystery Gift openen, want ik heb hem nou gewoon bij. Oh, fuck. Sorry, staal gelijk. Poep die shit. Goed, laat me zitten. Ik geef je nou helemaal niks meer. Oh. Nou niet. Grapje, joh. Dat is wel, Stefan, waar mag ik wel gewoon voor de fun meedoen? Tuurlijk mag je, mag gewoon meedoen, joh! Niemand zegt dat je dat niet mag. Altijd gezellig. Kost wel 5 euro per inzending en... Geintje natuurlijk. Kost 10 euro en... dat is steeds erger. Oh, wat ben ik erg vandaag, jongens. Dat is te merken. Ik moet vaker zakkerijnig zijn, volgens mij. Of wel het leukste humor eigenlijk. Ach oh, kijk, het is Xin Xiao! Ja, jullie dachten Xin Xian, maar nee, het is toch echt Xin Xiao. Ah, nou oké, okay, hier zitten geen boeiende random encounters, dus dan denk ik dat we even een beetje verder naar het... Gardevoir! Ik zit niet te wachten op een Gardevoir! Nou, Snoopy, het was een grap! Nee, serieus ook? Oh, wow, Snoopy. Serieus. Snoopy, humor. Haha, je weet al. Haha, je weet al. Ah. Wacht, ik heb hem hier. Bandje even terugspoelen. Vroeger, toen ik klein was, dacht ik als ik gebeld werd op Hardcore Soul Solver dat er iemand gekidnapt werd. Wat? Wauw. Ik dacht altijd de eerste keer in Gold en Silver. Ja, ik heb nog de oude tak gespeeld. Op Gold en Silver, op het moment dat zo'n trainer mij belde, dat er ook echt ergens een speler was die op dat moment belde. Die ook het spel zat te spelen. Nou, dat zou eigenlijk best wel oké. Okay. Maar dat kon helemaal niet. Helix Vossen! Oh mijn god! We hebben de Helix Vossen! Wow. Oeh! Nu kunnen we advies vragen. Dat is toch de grootste hype van Twitch Plays Pokémon? Tot straks, Snoopy. Veel succes met leren. Volgens mij was dat de grootste hype met Twitch Plays Pokémon, weet ik niet zeker. Yep. Jongens, kan ik nou nog een Eevee tegenkomen of een vliegsoort? Kom op! Heb je trouwens die code al gestuurd of ga je dat daar doen, Steve, na de stream? Voor jou doe ik dat na de stream, in verband met het scheelt tijd. Geen probleem, is goed. En geloof me, ik heb er genoeg. Ja, dat weet ik. Hoi, pas snel. Poten! Poten? Oh, poten! Nee, niet weer. Had je eigenlijk gisteren moeten zijn, dan kon je ook zeggen dat het zaad er dag was. Zaad. Kom op, jongens. Ja, maar gisteren was ik echt niet in mijn hum. Nee, daarom was er ook gisteren geen stream. Ik was gisteren was ik bij mijn vader langs, dus we hebben verschillende films zitten kijken. Ah, mooi. Gewoon eventjes wat afleiding. Ja, inderdaad. En hoezo ben ik nou met Poison? Serieus? Stomme stinkvis! Weet je wat, we gaan gewoon naar de gym toe, we volgen gewoon het pad naar beneden toe. We moeten in deze livestream sowieso, moeten we
richting Goldenrod City om de TM Return te halen. Dat moet. Ja, dat moet ja. En zo niet, dan toch. Dus we gaan gewoon die... Oh, wacht eventjes, waarom maak ik me zo zorgen over een ice-type? Ik bedoel, we hebben een randomizer. Ja. Oh, ik ben echt dom! Ik ben echt dom. Dat wisten we van jou al. Maar... Oh, nou, oké. Okay. Ja, ik weet het. Ik ben echt dom bezig, jongens. Ik denk dat ik het voor de YouTube eventjes op deze aflevering ga laten. Dus heb je het leukste momentje, laat het natuurlijk weten. Wil jij ook nou een code winnen? Typ in de reacties wat je favoriete moment was. Ik kies gewoon een random. Maar doe dan wel eventjes hashtag XIORAS. Tot ik weet dat je de game hebt. Dus dat je mee wil doen. Laat dat weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, misschien win jij wel een code voor Articuno Zapdos of Mart... Articuno. Blooper! Bedankt voor het kijken, jongens. Doei! Doei!